Hi allemaal, ik ben Kavita van Museum Kranenburg en dit is alweer het laatste filmpje over die drukken. Vandaag ga ik focussen op de verschillende werkwijzen en technieken van de leden. Dit filmpje is weer heel handig voor de voorbereiding van je examen, dus blijf vooral kijken. Op de Kunstacademie heerste het idee dat kunst een nabootsing van de realiteit moest zijn. Maar deze groep studenten was het niet eens met deze visie. Zij hadden een ander idee van wat kunst moest zijn. Kunst moest niet de realiteit zo goed mogelijk nabootsen. Kunst moest een uiting zijn van je gevoel en je expressie. De techniek en het materiaal werd gekozen bij het gevoel wat zij wilden uitdrukken. Soms kozen zij voor een hout- of lithosnede. Een andere keer voor een snelle houtskoolschets of aquarel. Een gevoel kan je niet eeuwig voelen. Dat kan alleen op dat moment. Probeer het maar. Doe je ogen dicht. Denk aan iets wat je blij maakt. Focus op dat gevoel en houd het vast. Merk je hoe snel je het gevoel weer kwijtraakt? Dat gebeurde ook bij de kunstenaars. De groep deed veel experimenten met verschillende media om zo snel mogelijk dat gevoel op doek te krijgen. Als experiment hadden zij bijvoorbeeld benzine met verf gemengd. Zo droogt de verf namelijk veel sneller. Ook de houtsnede werd herontdekt. Een houtsnede is een druktechniek waarbij je lijnen inkerft in hout, daar verf overheen rolt en afdrukt op papier. Een lijn in hout staat in één keer. Fouten kunnen niet gemaskeerd worden. Daarom moest elke lijn zelfverzekerd worden ingekerft. Hier zien wij een klein deel van de materiale zoektocht van die drukken. De eerste drie werken zijn werken van Ernst Ludwig Kirchner. Zijn kleurenpalet bestaat uit heldere kleuren en zijn streken zijn gedurfd en snel. Ook hier zien wij de fascinatie voor natuur en de mens terug. Carl Schmidt-Rottluff heeft een heel andere sfeer gecreëerd in het werk Three at a Table. Dit is een afdruk van een houtsnede, de techniek waar wij het zojuist over hadden. Wij zien hier figuren die doen denken aan niet-westerse kunst. Zij zitten rond een tafel. Dit werk heeft een sterk licht-donker contrast. Het schaduwspel is gemaakt door de dikke en dunne inkervingen in het hout. De sfeer is onaangenaam door de langgerekte figuren en het overheersende zwart. Als laatste zien wij twee werken van Müller. De werken komen qua voorstelling sterk overeen. Op beide werken zien wij twee naakte vrouwen die buiten op de grond zitten. Ze zijn naar elkaar toegedraaid. Ze zitten ontspannen. De voorstelling is dus hetzelfde, maar het medium is totaal anders. Het eerste werk is gemaakt met houtskool. Het tweede werk met pastelkrijt en aquarel. Nu we voorbeelden hebben gezien van het expressionisme, gaan we oefenen met een examenvraag. Klaar? Komt-ie! Ben je benieuwd naar het antwoord? Check de website van Museum Kranenburg of de beschrijving van deze video. Dankjewel voor het kijken en heel veel succes met je examen!